Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben TheoBNL en vandaag gaan we weer reageren op montages van kijkers. Dit is alweer de derde aflevering. Ik ga natuurlijk weer reageren op montages met de hashtag THBNL in de titel. Dus wil je nou dat ik op jou reageer, gebruik dan de hashtag THBNL in de titel. En vind je dit nou een leuke serie, vergeet dan niet even te liken en natuurlijk even te abonneren met het belletje aan. En ik heb alweer bijna de 1000 subs mensen, dus het zou fijn zijn als ik dat nog voor eind van dit jaar zou halen. Dus vergeet natuurlijk niet even te abonneren mensen. En ja, laten we maar meteen doorgaan naar de eerste video. Oké, aangekomen bij de eerste video. Dit is het liedje Never Change van Fasti NL, als ik het goed uitspreek. En laten we maar meteen gaan kijken. Heeft geluid iets zachter. Kijken we. Zo. Oké. Sick THBNL als een video zelfs. Goeie kill. Oeh, dat was al een zieke double kill hè. Oeh, nog een zieke kill. Ook allemaal in toernooi, dus ja, dat zijn echt wel lijpe clips. De beste clips vind ik zelf gewoon uit toernooi. Kijk, nog een lekkere kill, lekker mannen. Oké, ja. Goeie aim. Oeh, lekkere kill hoor, in zone wars. Oh, dat gaat voor de edits, lekker. Oké, goede kill. Oeh, 200 punt, lekker. Ja, ik wil net zeggen. Nou ja, ik wil eigenlijk net zeggen. Gebruik wat meer effecten erin. En ja, gewoon mooie effecten in gebruiken of zo. Maar nu zie ik de effecten in gebruiken waar ik eigenlijk gewoon bijna nou ja, een beetje hoofdpijn van krijg, weet je. Dus probeer dat soort dingen eruit te halen. Maar voor de rest is het goede montage. Kijk, dit soort effecten die je net zag. Gewoon een effect. Als je de kill maakt, dan pas moet je een effect doen of zo. Of als je een effect hebt en dat je die bij de kill dan weghaalt, snap je? Oké, goede 200 punten. Lekker. Ja, aan het begin had je echt mooie clips, toernooi en arena clips en zo, en dat is normale gameplay. Probeer dat gewoon meer erin te doen, zoals dit soort clips die nu uit creative, die vind ik echt, ja, dat moet echt mooi zijn, weet je, maar probeer gewoon meer arena of zo erin te doen. Oké, lekker. Voor mij, ja, deze had je net ook in volgens mij, deze kill. Oké, dat was wel echt een goede montage. Alleen probeer gewoon wel meer gewoon normale clips erin te doen dan creative. Je verdient zeker de like en zijn link zal in de beschrijving staan. Oké, gaan we door naar de volgende montage. Oké, we zijn aangekomen bij de tweede montage met het liedje Circles. Hij is gemaakt door iemand genaamd J. Danius, als ik het goed uitspreek. En laten we meteen gaan kijken. Oké, dat is wel een mooie intro. Vind ik ook wel een lekker liedje. Oeh, dat is wel een mooie kill hoor. Ook goed op de beat. Lekker. Oh god, ik langs dat hier nog in zijn joh. Mooie kill. Goed effectje erbij ook, net. Oké. Die retext is wel nice man.
Hij is een beetje gesneld. Oeh, dat was wel mooi, hè. Hij versnelde zodat de clip niet te lang duurde. Dat was echt mooi. Oeh, nosecoat. Goed effectje er ook bij. Nog een mooi effectje. Het is een goede montage, tjoh, jongen. Lekker. Gaat hij hier doen? Oh, ik zag de kill alleen niet. Dat was jammer. Als je daar de kill ook zag, dat was wel mooi geweest. My kill, forget it. Probeer wel wat, want je hebt nu heel veel gewoon normale clips, dat is wel mooi. Maar probeer ook een beetje arena ofzo, want dat is echt wel leuk, weet je. Maar dit zijn ook echt mooie clips zoals deze. Deze is ook nice. Oké, goede headshot. Hey, hij staat in een brandje. Oh, krijg ik nou 2 kills ermee? Lekker hoor. Oké. Oeh, lekker kill, man. Ik ben best wel goed, jongen. Mooie montage, hoor. Oh. Oh, hij deed een soort flea-edit of zo. Die was wel nice. Die is wel ziek. Heb ik nog niet eerder gezien. Nou ja. Alleen in zo'n montage van 4, maar niet in zulke soort montage of zo. Dat is echt wel lijp, hoor. Dat is echt wel een goede edit. Oké. Dat is echt lijp montage, man. Boys, als jullie nou kunnen verzorgen dat hij 20 likes had, dat is echt een lijp montage. Krijg van mij sowieso de like en zijn links ook in de beschrijving staan. En laten we alweer doorgaan naar de laatste video. Oké, we zijn aangekomen bij de derde en laatste video van vandaag. Dit is liedje Picture I Paint van RB Hood, als ik het goed uitspreek. En laten we maar meteen gaan kijken. Ik vind het ook wel echt een lekker liedje. Oeh, dat is wel een mooie clip, man. Lekker. Oeh, dat zwarte effectje bij ons wel lijkt. Alleen, wat ik hier nu volgens mij al wel merk, is dat je het liedje niet zelf hebt gedownload. En volgens mij heb je dit via Share Factory geëdit en daarin gezet. Volgens mij heb je het via Share Factory opgenomen. Dat is wel wat minder voor de video, maar ja, we kijken al gewoon even. Oké, goed zo met. Oké, okay, lekker kill. Krijgt hier de double kill. Oeh, 200. Triple kill. Ah, oh, jammer. Lekker 200. Oké, okay, goede overgang. Lekker. Lekker effectje erbij. Oeh, hij snijdt uit de lucht. Lekker. Ik probeer wel gewoon wat ik wat meer. Niet zoveel ja, creative clips erin. Vooral geen BAE. Dan moet het echt mooie build fight clips zijn of zo. Niet gewoon random fights zoals dit. Kijk, gewoon zulke soort clips. Zijn echt lijp. Lekker. Oeh, effectjes bij. Lekker 180. Oeh. Ik weet niet wat ik deed, maar. Lekker arena kill. Nog een arena kill. Lekker. Kijk, dit zijn de clips die mooi zijn. Ik weet niet wat dat van net was, of dat bij dezelfde clip hoorde. Maar. Eén bocht, lekker, lekker. Oké. Dit was wel nice. Het is wel iets te lange slow-mo. Oké, die laatste kill. Probeer dan die slow-mo te doen als je de kill maakt. En dan ook niet heel erg slow. Probeer ja, niet gewoon voor de kill dat het iets te slow is. Maar voor de rest was het echt goede montage. Jij verdient zeker ook mijn like. En zijn links ook in de beschrijving staan.
Wil je nou ook een keer in een reageren video van mij komen? Gebruik dan de hashtag TheoBNL in je titel en wie weet het jij in de volgende. Heb je nou genoten van deze video? Vergeet dan zeker niet even te liken en natuurlijk te abonneren. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.